Carla Kreuk Wilderman van de PVDB is gekozen tot politicus van het jaar 2016. De politieke verslaggevers van de Gelderlander en Regio TV Tiel kwamen tot deze beslissing. Het juryrapport meldt het volgende. Zij is steeds meer toonaangevend geworden in het debat. Vooral wanneer het gaat om het sociale domein en andere zaken die kwetsbare Tielse burgers direct raken, zoals het leerlingenvervoer of meldpunt Veilig Thuis. Ze is daarbij sterk betrokken, spreekt uit haar hart, maar houdt ook zakelijk onverstoorbaar vast aan de punten die haar partij duidelijk wil maken. Ze vertolkt vaak het andere geluid van de gewone burger, waar gevestigde partijen soms ver van verwijderd zijn geraakt. Daarbij lukt het steeds beter de brug te slaan met de gevestigde politiek, wat nodig is om resultaat te boeken. Zo heeft zij haast eigenhandig het schoolzwemmen in Tiel weten te behouden. De bijbehorende awards werden onlangs aan haar uitgereikt. Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast en dat is Carla Kreuk Wilderman. Carla, van harte welkom. Ja, dankjewel. We hebben jou speciaal uitgenodigd om te praten over eigenlijk van alles en nog wat, maar dat is helemaal niet het geval. Het gaat hier eigenlijk om een overval en niet zomaar een overval. Leuk trouwens dat je gekomen bent, want ik weet dat je eigenlijk helemaal niet gecharmeerd bent van camera's en zo. Nee. Beetje cameravrees, klopt dat? Nee, ja, ik sta niet zo graag in de belangstelling, nee. Nee, maar goed, als je in de raad zit, dan ben je toch een soort van publiek figuur. Ja, maar ja, daar doe je het ergens voor, hè? Ja, en dat doe je nu 4 jaar bijna, hè? Bijna 4 jaar in de raad. En daarvoor heb je ook al commissiewerk gedaan. Ja. Oftewel, je loopt al wel eventjes mee. Klopt. Nou, zoals jij wellicht weet, hebben wij een verkiezing georganiseerd. Dat doen we al een jaar of 6, 7. Politicus van het jaar. Dat doen we niet alleen met de Regio TV, maar ook in samenwerking met Menne Provoost, politiek verslaggever onder andere van de Gelderlander. En wat denk jij zelf? De Tielse politicus van het jaar is Carla Kreuk Wilderman van de PVDB. Nou, van harte gefeliciteerd. Nou, dankjewel. En daar ga ik ook eventjes het een en ander bij pakken, want daar hoort natuurlijk het een en ander bij. Die is voorop de schoorsteenmantel. Zo. Dat moet je deugd doen, hè? Ja, daar doe je het allemaal voor. Ja, niet voor deze prijs natuurlijk, maar wel voor de inwoners van Tiel. En daar proberen we iedere keer weer het beste voor elkaar te krijgen. Ja, en, dat is mooi dat dat dan ook gezien wordt. En het is dus opgevallen dat je gewoon heel duidelijk in die raad aanwezig bent. Ja. Nou, politicus van het jaar 2016. Ja. Nogmaals gefeliciteerd. En volgens mij horen er ook bloemen bij. Nou. Carla, gefeliciteerd. Wij zijn ontzettend blij als fractie dat jij politicus van het jaar bent. Yeah. En we komen jou een bloemetje brengen en een kusje geven.